Welkom bij een nieuwe aflevering over de buitenring Parkstad Limburg. De weg, de nieuwe weg, zal vele waterlopen en ook beken kruisen, zoals de Geleenbeek en de Rode Beek. Daarover straks meer. Maar nu eerst zijn we uitgenodigd in het Cube Design Museum in Kerkrade. Nou, en waarom we in dit museum zijn, dat kun jij me vertellen, Mark, toch? Goedemorgen. Ja, dat kan ik. Ik wil je namelijk een bijzonder kunstwerk laten zien. Ja, een groot kunstwerk. Ja, dit is een weergave van de planning van de buitenring. Wij noemen dit een tijd-wegdiagram. Verticaal zien we het verloop van de tijd. En horizontaal zien we het verloop van het buitenringtracé. Dat is het begin bij de A76 in Nut. En gaat zo via de Parkstadgemeente naar de rotonde Avantis in Heerlen. Nou, in het schema kunnen we dus zien waar we wanneer met welke werkzaamheden we aan het werk zijn. Aan de kleur kunnen we dan ook zien wat voor werkzaamheden het gaat. Even als voorbeeld, dit donkergrijze, dat is de laatste laag asfalt. En je ziet overal dat we dat echt als allerlaatste pas aanbrengen. Nu leg jij dit heel duidelijk uit, maar als ik hier naar kijk, dan denk ik toch, het is best wel ingewikkeld. Hoe komt er zoiets tot stand? Nou, allereerst is de buitenring natuurlijk een groot project. We bouwen 26 kilometer autoweg. Daar horen 39 kunstwerken bij, dat zijn viaducten of bruggen. Daarbij horen ook nog 25 geluidsweerende voorzieningen. Dus dat is allemaal heel veel werk. En dat kunnen we niet in één keer doen, dat gaat gefaseerd. Maar daarnaast werken we ook met heel veel verschillende partijen aan de buitenring. En denk aan onze eigen deelbedrijven, maar ook overheden, nutsbedrijven, onderaannemers. En het opstellen van die planning, dat gaat altijd in veelvuldig overleg met elkaar. Om alle losse stukjes planning dus om elkaar af te stemmen en samen te voegen tot één geheel. En is het dan ook zo dat stel je nou voor, ik wijs maar even iets aan, hè, wanneer hier iets op een of andere manier uitloopt, dat dan ergens anders in de planning dingen geschoven kunnen worden of moeten worden zelfs? Ja, dat kan. Ja. De werkzaamheden, hè, dat zie je ook, de werkzaamheden die hebben raakvlak met elkaar over de 26 kilometer. Ja, dus bijvoorbeeld wegafsluitingen, hè, er zit een volgorde in om de overlast voor de omgeving te beperken. En er zit ook samenhang bijvoorbeeld waar grond vrijkomt en weer toegepast moet worden. Dus we kunnen wel zeggen een waar kunstwerk met de enige echte kunstenaar. Ja, dat klopt. Van een kunstwerk in een museum zijn we nu bij een kunstwerk in de buitenlucht. We hebben eerder gezien dat de buitenring op een aantal plaatsen wegen kruist en ook het spoor. Ook kruist de buitenring het water. We staan hier bij de voormalige Kattenkoele Vijver in Brunssum. Dus Marco, eigenlijk staan we nu op de bodem van de voormalige Kattenkoele Vijver, toch? Dat klopt. De visvijver Kattenkoele die lag hier precies in het tracé van de buitenring. Dus was het nodig om die te verplaatsen. Als Roer en Overmaas beheren jullie het water in de regio Parkstad. Wat hebben jullie te maken met de buitenring? Ja, als waterbeheerder zorgen we voor voldoende water, niet te veel, niet te weinig. Voor de kwaliteit van het water. We zuiveren ook het afvalwater. En als het gaat om de beekdalen, proberen we die zo aantrekkelijk mogelijk in te richten. Voor de planten en dieren die er leven, maar natuurlijk ook voor de mens die daar gebruik van maakt. En in dat verband komen we ook de buitenring tegen, want die kruist een aantal beekdalen. En wat wij al vanaf het begin eigenlijk hebben gedaan, is meepraten over hoe je die kruisingen van de buitenring met die beekdalen het beste kunt doen. Maar als ik nu kijk, want hier achter ons zien we het kunstwerk. Mijn idee zou zijn, waarom niet gewoon met een buis onder dat we het water leiden onder de weg door? Waarom kan dat niet? Dat is natuurlijk de goedkoopste en de makkelijkste manier, hè, om het water gewoon via een buis onder de weg door te leiden. Het grote nadeel daarvan is dat er dan niet zo heel veel water doorheen kan. Hè. En ook met klimaatverandering die nu aan de gang is, moeten we zorgen dat al het water wel goed weg kan. En wat ook belangrijk is dat met name de dieren die zo'n beekdal gebruiken, dat die goed zo'n weg kunnen kruisen. Want anders moeten ze over de weg heen, hè, met alle risico's van dien. En het is ook heel belangrijk voor die soorten, voor de genetische uitwisseling, dat ze het kunnen trekken van het ene gebied naar het andere. Zijn er ook al dieren die gebruik hebben gemaakt van dit deel? Ja, leuk dat je het vraagt. We waren net even onder de brug. En er zijn nu al sporen te zien van reeën en ook van egels. Dus we kunnen nu al zeggen dat dieren er gebruik van maken. En voor de mensen hier in Parkstad, in de regio, is daar ook een voordeel voor? Zeker. De grotere kruisingen, zoals hier met de Rode Beek en bijvoorbeeld met de Geleenbeek, die zijn zo robuust gemaakt, die bruggen, dat er ruimte is voor een fietswandelpad. Waardoor je mooie recreatieve routes kunt maken. In de volgende aflevering gaan we nog even door op het thema recreatie. We gaan namelijk kijken hoe de Gaiazoo wordt aangesloten op de buitenring. Tot over 2 weken.
Thank you.